Maak ruimte voor het debat in de meningsvormende fase. Elke gemeente in Nederland heeft natuurlijk een uniek vergadermodel, maar de meeste zijn geïnspireerd op het BOP-model. Beeldend, opinie en besluit of informatie, mening en besluitvormende fase. Wat doe je nu in elke fase? In de beeldvormende of informatiefase is het moment voor raadsleden om vragen te stellen. Dat kunnen technische of politieke vragen zijn, schriftelijk of mondeling. Of een werkbezoek brengen aan de betreffende organisatie of locatie waar het voorstel over gaat. Het doel is iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen, zodat ze door kunnen naar de volgende fase. In de opinierende of meningsvormende fase is de fase waarin het debat moet plaatsvinden. Hier kunnen meningen worden uitgewisseld, hier kan men aangeven waar men nog te overtuigen is. Het doel is dat argumenten in kaart worden gebracht en dat partijen hun zeggen kunnen doen. En het debat is het middel om dat allemaal samen te laten komen. De laatste fase is de besluitvormende fase. In deze fase neem je het daadwerkelijk besluit. Misschien nog een korte toelichting met een stemverklaring. Maar nadrukkelijk niet de bedoeling om nog allerlei vragen te gaan stellen. Als er een amendement is of een motie, kun je dat zeker toelichten. Maar ga niet het debat overdoen uit de meningsvormende fase. Het doel van deze fase is een goed besluit nemen. Zorg dat alle deelnemers de fase kennen en weten wat ze in die fase moeten doen. En laat voorzitters hier streng op toezien. Samenvattend, in de drie verschillende fasen. In de beeldvormende of informerende fase stel je vooral vragen. In de opinierende en meningsvormende fase ga je vooral debatteren. En de besluitvormende fase zorg je voor een besluit. Zorg dat je genoeg ruimte en tijd uitrekt voor die meningsvormende fase en dat het debat tot zijn recht kan komen. Als je nog vragen hebt, kun je ze in de comments kwijt. Vind je dit leuk? Laat het dan weten. Wil je meer van deze video's zien? Klik dan hier.